In navolging van andere districten heeft Kommerwijnen vandaag ook een quick response team gelanceerd. Het quick response team moet ervoor zorgen dat de verspreiding van het COVID-19 virus wordt ingedamd. Het team bestaat uit manschappen van het Korps Politie Suriname, de Bestuursdienst, het Nationaal Leger, Arbeidsinspectie en het BOG. Het quick response team is in het politiebureau van Meerzorg gehuisvest. Districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab verrichtte de opening. Het is eigenlijk een centraal quick response team en er is een afdeling hier. Dus van daaruit zullen zij gevoed worden met alle materialen. Ik moest alleen voor het gebouw voorzorgen en een ambtenaar van de commissariaat. Wie staat aan het hoofd van het team? Hoofd van het team is dan de verantwoordelijke, de GPC, mevrouw Deekman. Van daaruit wordt het gecoördineerd. Heeft u al enig idee hoe het zit met het veiligheidsplan in Kommerwijnen zelf en dan bedoel ik dan gelijk Marowijnen en de grenzen? Nou, de veiligheid, Marowijnen heeft ook zo'n quick response team gehad. Het is volgens mij 3 of 4 dagen terug. En vanwege het quick response team in alle districten te hebben, zullen wij dan de veiligheid zeker gegarandeerd hebben. Omdat dan elk burger de taak weer is gelegd, dat iedereen dan verantwoordelijk is voor zo'n pandemie. Als je ziet van dat er een aantal mensen zijn in een plek, op een plek waar er gefeest zal worden, dan moet je zelf als burger de initiatief kunnen nemen zichzelf te beschermen en je medemens. Het hoofd van het COVID-19 coördinatieteam van het KPS, Henry Seedorf, zegt dat hoewel de COVID-19 cijfers een dalende trend vertonen, het gevaar voor meer besmettingen nog niet is geweken. Kommerwijnen is het laatste district dat een quick response team heeft gekregen. Ja, binnen onze taakstelling, in afval van de QRT's, is het de bedoeling om ook preventieve strategieën uit te zetten. In de zin van voorlichting, maar ook in de zin van surveillance. We weten dat Marowijnen een gevaar vormt voor COVID-19. Vooral de grensbewaking laat wat te wensen over. Heeft u al een bepaalde planning hoe dat deel ook te ordenen? Ja, wanneer we praten over de grenzen, we weten dus dat we vrij uitgestrekte grenzen hebben, moeilijk beheersbaar. Dan praten we over meerdere diensten die daarvoor verantwoordelijk zijn. We denken aan het leger, maar ook het regeringsbeleid is daarvan afhankelijk. Het is een grensrivier waarbij er nu zaken gaande zijn op regeringsniveau tussen Frans-Guyana en Suriname. Aangaande de beheersing van het verkeer op de rivier. Dat was politiecommissaris Henry Seedorf. Kommerwijnen heeft vandaag ook een quick response team gelanceerd.